kijkers, welkom weer bij een nieuwe video van Mijntopia. In deze video gaan wij, ja, ik had gehoord, en dat had ik ook van Mariska gehoord, ook een Lady Maris, die zit hier ook lekker op een bankje. Lekker, gezellig. Lady, jij had verteld dat er iets bij de brug van Downton naar Cosmo was. Dat er iets gaande was, toch? Ja, dat klopt. Dus ja, leid ons maar die kant op. En ik heb ook gehoord dat jij een gast hebt meegenomen, toch? Voor de video. Ja, klopt. Dat heb ik ook. Ja. Nou, en volgens mij zie ik hem daar al een beetje durpen. En daar staat inderdaad Smikkelhoofd. Leuk dat je meedoet. Hoi. Hallo. Hey, nou, Mariska, ga ons voor en vertel ondertussen een beetje wat er aan de hand daar is. Want ik zie er allemaal een beetje brandweerwagens staan. En niet zo'n klein beetje ook. Dus breng ons er maar heen. En vertel ons maar de info die jij tot nu zover weet. Nou, er is een tijdje geleden, ja, ik geloof dat het vorige week was, is er een melding geweest dat de brug op het instorten stond. Okay. Dus het was een één grote sensatie, wat ik ook wel niet zien. Okay. De hele brug is gewoon ook compleet ingestort. Er staat ook tijdelijke weg naar Cosmo volgt de zwarte gele wol. Ja, en waar gaat die heen dan? Een jetski gekregen. Een jetski? Oké, nice. En die staat zeker hier? Ja, hier beneden. Oh, die staat daar ook. Oké, netjes. Lachen. Oh, dat hebben ze wel netjes opgelost dan. Ja, dat hebben ze zeker. Ja, die moet toch goed, hè, als de brug ingestort is. Ja, nee, daarom joh. Maar we gaan toch even door de afzetlint heen. Ook al is dat niet echt de bedoeling. We gaan toch even kijken wat er echt precies aan de hand is. Want ik heb ook gehoord, want er was iets bij een brug, toch? Voor een quest of zo van de week of zo? Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Ik ben niet zo heel erg bezig met de quest, maar als het goed is was er wel een quest gaande, ja. Oké. Okay. Nou, we gaan. Ja, ik zie hier ook al een helikopter. Volgens mij is dit gewoon voor de quest, of niet? Nee, als het goed is dit niet. Dit is gewoon puur voor dat de brug ingestort is. Oké. Okay. Het zijn allemaal hijskranen. Zo, wat is hier allemaal aan de hand, jongen? Hier staat een hele scheur in het rechtdek. Zo, de miet is hier. Waar? Oh, hier. Zo. Moet je zien dan, jongen. Oh, shit. Overal scheuren. Maar ik had gehoord via iemand, ik weet niet meer wie dat was, die zei dat er een parcours ergens was of zo. Ik weet niet waar dat precies is. Is dat hier? Lijkt me sterk. En als goed is moeten we daar het riool in. Oh, we moeten het riool. Oh, dan gaan we naar beneden toe natuurlijk. We springen even naar beneden toe, jongens. Oh, dit ziet er ook wel vet uit. Wat zal dit zijn? Oh, niks. Dat is niks. Oké. Okay. Oh, ik moest dan naar boven. Ik ga daar dood. Ik ga dood. Oh, shit. Oké. Okay. We gaan even die kant op. Hoe kom jij er zo snel dan? Ja, Elytra. Ah, Elytra. Ja. Natuurlijk. Altijd weer die Elytra's. Oké, okay, ik kom eraan. Ja. Nee! Niet. Nee, je gaat nog niet op de portal. Nee, ja, ik was bijna op de portal. Oké. Okay. Als het goed is kun je hier onder. Oh, hier staat die jetski als je naar Downtown wil. Ja, daar stond ik dus net van ongekocht. Ah, oké. Okay. Nou, we moeten hieronder zeker. Want ik weet dat hier het... Oh, dit is een parcours. Wacht, even, hier start. Dit is toch te fit. Hè? Oh, je moet de checkpoints halen. Ik dacht al, dit is te makkelijk. Oké, we moeten de checkpoints halen. We gaan gewoon die race gaan we gewoon halen. We moeten er nog 9 vinden van die checkpoints. Die elke bordje moet je aanslaan ofzo? Ja, elk bordje moet je slaan. En dan heb je dus, wat bij mij in het beeld komt te staan, je hebt 1 van de 10 checkpoints. Hier is 1 checkpoint. Oké, netjes. Ja. Nou heb ik ook 1 van de 10. Eerst check met nummer 9. Maar weet je wat ik denk? Ik denk dat we dus... Oh, we moeten rechts blijven lopen. Ik denk dat we gewoon elke keer rechts moeten blijven houden. Want ik zie hier ook alweer een bordje staan. Dat we gewoon lekker rechts blijven aanhouden. Hier, checkpoint 2. Boys, hier, kijk. En girl, natuurlijk. Gaan we die kant op blijven lopen en dan zullen we straks denk ik wel weer een bordje tegenkomen. Hier is een bordje. Hier is al de nummer 3. Je moet terug. Oh. Ik dacht,
We moeten gewoon lekker rechts blijven aanhouden, maar nee hoor. Oké, ik kom nu naar jullie toe. Ja, dat is 3. We moeten snel opschieten, jongens. We hebben nog, denk 8 minuten of zo. Maar het riool is hier echt best groot, toch? Smikkelhoofd? Ja, ik ben hier wat verdwaald geraakt in de kaal. Ja, ik ook. Volgens mij was dat een keer voor de holbewonersquest van voor de Cosmo-quest. Nou, hier zit niks meer. Even kijken, moeten we die kant op? Oh, jongens. Ja, maar ik denk dat we het wel makkelijk halen, hoor. Want weet je wat het is? Mensen die net beginnen, die horen het ook gewoon te halen. In zo'n korte tijd. En wij hebben gewoon een hoge fitheid, dus dan is het nog makkelijk te halen, denk ik. Tenminste, ik hoop het. Ja, dat hoop ik ook. Zal het zijn als het niet zo was? Nou. Even kijken, is dat 5? Ja, hier is... Nee? Ja, dat is 6. Oh, dat is 6. Hadden we 5 al dan? Ja. Oh, zo, we gaan snel. Hier heb ik 7 al. Daar nog één. Oh, we gaan snel, jongen. En dit is 8. Ja, wij hadden 7 al. Die... Hè? Oh, dan is het hier links of rechts. Hier. Ja, ik denk dat hier eentje zit, hoor. Is het niet handig om de koorts op te schrijven van nummer 8? Nee, joh. Nee, dan komen we toch wel. Even kijken, hier niks. Daar eentje. Nou, we gaan gewoon... Splitten we even op. Kijken jullie eentje van jullie daar al. En dan de ander mag gewoon beslissen met wie die meegaat. Kijk, jullie gaan lekker met z'n tweeën. En jullie laten mij alleen. Nee, hier is niks. Dit is gewoon dezelfde pad. Maar dan... Waar we net vandaan kwamen. En? Zien jullie wat? Helemaal niks. Oké. Ik denk dat hij misschien daar ligt. Nou, wij zijn weer bij 8. Oh, dat is graag. Oké. Dan moet hij hier ergens staan. Moeten we even hier over het ijs heen? Oké, we gaan hier erbij. 7. Ik zie daar wel een potje waarschijnlijk staan. Maar dit is een ander. Denk ik. Hier is een potje. Nee, die heb ik al gehaald. Waar? Andere kant op. Oké. Dus ik ging links, maar jullie gingen naar rechts. Ja, dit is 7. Oké. En 8 weten we natuurlijk ook. Het zijn wel van die sneaky dingetjes hoor, moet ik zeggen. Kijk, hier hebben we 7. Dan gaan we snel naar 8 toe. En de 9e, die wisten we natuurlijk ook al, want die hadden we ook al aangeraakt. Dus gewoon dit op teruglopen. Een team zou de finish zijn, denk ik. Ja. Dus we hebben het snel gedaan, vind ik hoor. Waar? Was het hier? Ja. Oké. Okay. Nee, dit is 5. Oh, dan moeten we nog eentje verder. Andere kant. Ja, andere kant. Zijn we nou zo blind? Oké. Okay. Ik weet alleen niet meer waar 9 was. Ja, hier, volg mij. Ik weet dat het hier is. Kijk, gaan we hier dit hele pad doorlopen. Ik moet wel even wat eten natuurlijk. Ondertussen zit ik ook gewoon lekker de sperps te eten voor de quest. Oké, gaan we hier heen. Top. Wie staan daar dan? Oh, dat is een lucky. Oh, we zitten onder een gemeente. Oh, dat is wel grappig. Oh, hier staat er een. 2 dan. Ja, eentje. Dat dit 9 zijn. Is de 9e? Kom, we moeten het snel halen. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Oh, je boy. Ja, we zijn bijna klaar. Dit is de finish. Als nu die tijd is gestopt, hè, dan word ik echt gek. Weet je, echt... Ja. Ja, we hebben 10 van de 10. Ga terug naar alle checkpoints. We moeten 10 nog. Dit is toch 10? Je hebt nog niet alles... Dit is 10. Nummer 10. Oh, er is ook nog een 10e. Oh, die is waarschijnlijk hier. Of niet? Ik hoop het. Er staat hier ook een bordje aan de muur. Of niet? Oh nee.
Oh, dit is wel zuur hoor. Ik dacht, oh nee, dit gaat onze tijd helemaal verpesten. Ja, als het doodloopt, hè. Waarom loop ik achter jullie aan? Oh, er is geen bordje, loop maar terug. Nou, goed dat je het zegt. Verspilt meer mijn eten. Ja. Nou, boys, leuk hè? Zo'n heel lang pad. Alleen maar jezelf naar de klote lopen. Hij is goed voor je fitheid, Johan. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik kan nog beter in het echt gaan sporten. Even kijken, die kant op. Ik denk dat we nog één afslag naar links moeten gaan, hoor. Want een 8, nee, 9 was daar. Dan zou je zeggen, wat is dat? Dat is 1. Dan moet hij hier staan, jongens. Hier, kijk, hier. Ik denk dat hij hier is. Want daar kwamen we allemaal vandaan, natuurlijk. Dan zal die laatste, denk ik, aan het eind van dit pad zijn. Ja, hij staat ja. Hier. Ja. Ja, hoor. Eindelijk. Snel terug, snel. Nu moeten we wegrennen. Oh, shit. Rennen voor ons leven. Oh, je moet eten zeker. Yep. Snel naar rechts. Rennen. De finish is daar. Oh shit. Snel. Go. Oh. Ja. Oh. Wat? Ja? Zijn jullie te laat? Ik denk dat we het niet hebben gehaald. Ik heb hem wel gehaald. Ik denk dat het komt omdat ik de quest pas heb. Oh, dat is zuur, jongen. Ja, maar dat geeft niet. Ik heb het wel met gewoon alle plezier gedaan. Ja, nee, daarom, joh. Hey, maar Smikloof, heb jij hem wel? Nee, ik heb niet de premium. Ik denk dat ik hem ook niet heb. Oh, dat is wel erg balen. Nou ja, jullie hebben het al toch een beetje voor de sfeer meegedaan. Vonden jullie het leuk om mee te doen? Zeker. Dacht ik ook. En ja, vergeet natuurlijk niet te liken. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal als je nieuw bent. Ja, vergeet ook niet in de Discord natuurlijk te joinen als je natuurlijk fan bent van Gamescoper. Hartstikke leuk natuurlijk. SO naar Case 2006. Je ziet het in de chat. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie zoals altijd bij de volgende Mytopia of andere DDG video. En dan zeg ik zoals altijd tot de volgende video.